Vanmiddag werd de wedstrijd gespeeld op Sportpark de Bijenkamp tussen FC Eiburg en buurman Sportclub Rekken. Vorig seizoen wist Sportclub Rekken op de 5e plaats te eindigen en FC Eiburg op de 6e plaats. Dus ja, spektakel vanmiddag zou je denken. Een matige wedstrijd. Waldo Rebergen, aanvoerder van Sportclub Rekken. Eerst zelf vond ik FC Eibergen wat beter, maar gezien de tweede helft een punt zeker verdiend. 1-1. Ja, eens. Ik denk dat wij heel slecht, heel slordig aan de wedstrijd beginnen. We lieten eigenlijk bewust het initiatief wel bij FC Eibergen. Daar hadden we ook wel afgesproken dat we er wat voor kozen om compact iets meer in te gaan zakken. Maar toch op een of andere manier kwamen wij niet in ons ritme, in ons spel. We waren heel slordig, met name in balbezit. We veroveren de bal. Heel snel weer kwijt, zodat Eibergen weer een nieuwe aanval kon inzetten. Dus we maken het onszelf gewoon heel erg lastig de eerste helft. En ineens wat je zegt, Eibergen denk ik de eerste helft wel de dominante, betere ploeg. Dat klopt. Ja, ja, vlak voor rust was toch jullie doelman Ramon Nijbroek, wie jullie overeind heeft. Maar dat was een prachtige actie van Mick Beuzenberg, de spits van Eibergen. En Ramon Nijbroek redde de bal. Wij weten dat... Of Mick van die kant gewoon heel veel gevaren kan stichten. En nou goed, het is niet de eerste keer dat Ramon zo'n bal in een cruciale pakt. Dus ja, we komen goed weg. Maar in de rust hebben we toch wel met elkaar wat afgesproken om iets anders neer te zetten. Maar goed, en ik denk, wisseltje toegepast. We gaan wat hoger op staan. We veranderen wat van posities. Nou, volgens mij zijn we op basis van de tweede helft hebben wij beter gespeeld dan Eibergen. Ja, ik kwam goed de kleedkamers uit. Hij zegt, geef jezelf aan. Maar na een kwartier in de tweede helft kom je toch op achterstand. Ja, we hebben het net nog over. Wat er precies gebeurde, weet ik niet. Volgens mij, ik denk een heel goed samenspel van Eibergen door ons midden. Goed E2'tje opgezet. Ja, goede goal. Geen idee wat daar precies wat daar vooraf misgaat. Ja, is een goede goal, staat 1-0. Maar ik denk dat we als ploeg pakken we het goed op. We raakten niet in paniek. We gingen gelijk verder. En volgens mij daarna hebben we uitstekend gevoetbald. 10 minuten voor tijd. Wederom Raymond Nijbroek. Ja, bij uitstek. Wederom een kans voor Eiberg. Ja, nou, ja. Gigantische ready. Ja, en dan vlak voor tijd. De cornerbal. Ja, je hebt hem zelf genomen, Waldo. Die draaide er mooi in. Ja, nee, dat klopt. Nee, Ramon pakt hem goed. Want er staat 2-0. Dan is de wedstrijd gespeeld. Nou, cornerbal normaal neem ik ze niet. Maar goed, onze wisselspelers die gewisseld waren, die waren eruit. Dus ik dacht, ik neem hem gewoon. Nou, ik neem altijd de cornerbal zo indraaiend op snelheid. Ja, als niemand hem aanraakt, dat hij er eigenlijk in zou moeten gaan. Maar goed, dat weet Eibergen ook wel. Zo'n bal mag er natuurlijk nooit invliegen. En voor ons was dat denk ik een prima moment. En daarna hebben we nog wel enkele andere mogelijkheden gehad volgens mij. 9 punten uit 8 wedstrijden. Nog 3 wedstrijden gaan richting de winterstop. Volgende week rood-zwart uit. Lastig. Ja, lastig. Ja, rood-zwart. Ja, vorig jaar 2 keer tegen gespeeld. Hebben we volgens mij 2 keer van gewonnen. Maar die doen het op een of andere manier hartstikke goed. Dus ik hoor ook van andere ploegen dat het toch een hele lastige tegenstander is. Maar goed, ik denk dat we blij moeten zijn met een punt. We houden volgens mij Eibergen en Neerden nog onder ons. He, daar kijken we stiekem ook nog wel een beetje naar. Maar het is jammer dat je hier geen 3 punten maakt. Maar ik denk over de hele wedstrijd gezien dat een punt voor beide teams wel terecht is. Waldo, bedankt voor je nabeschouwing. En volgende week veel succes bij Rood-Zwart. Hey, bedankt.